Bij breuke 1 van het Wiskat werkboek gaan we eindelijk breuken optellen en aftrekken. Een ding om goed in je oren te knopen bij breuken is dat een breuk eigenlijk hetzelfde is als een deling. Dus een breuk is hetzelfde als een deling. Dus iedere keer als je er een ziet, let daar dan op. Bijvoorbeeld bij deze, 4 tweede. 4 tweede is eigenlijk hetzelfde als 4 gedeeld door 2. De teller, zo heet het bovenste gedeelte van de breuk, is eigenlijk je begingetal. En de noemer is eigenlijk het getal waardoor je deelt. Dus iedere keer als je een breuk ziet, denk je dan aan terug. En dat kan je enorm helpen, want bij heel veel delingen weet je de uitkomst namelijk al. Namelijk, 4 gedeeld door 2 is gewoon 2. Dus daar hoef je niet eens breuken voor te kennen. Die kan je gewoon door middels van een deling oplossen. Zelfs als je grotere tellers en grotere noemers hebt, kan je het nog steeds oplossen, want dan kan je gewoon de staardeling gebruiken. Dus we hadden deze ook bijvoorbeeld in een staardeling kunnen zetten. En dan hadden we hem zo opgeschreven. En dan hadden we gekeken hoe vaak past 2 in 4. Nou, dat past 2 keer en 2 keer 2 is 4. En dan houden we 0 over. Dus we houden 2 over. We zijn nu nog niet echt bezig om breuken op te tellen of af te trekken. Maar we zijn nu eerst nog een beetje aan het spelen met hoe we de hele uit de breuk halen. En zometeen gaan we ook kijken hoe we de hele weer terug in de breuk zetten. En dit zijn twee belangrijke vaardigheden die je moet beheersen. Eigenlijk voordat je pas gaat beginnen met optellen en aftrekken. Want je hebt ze beide heel hard nodig. Oké, nou, ik heb net laten zien dus hoe je de hele uit de teller haalt. De hele haal je trouwens uit de teller, of dat kan, als de teller groter is dan de noemer. Dus als je teller dus groter is dan de onderkant, dan zitten er dus helen in de breuk. Oftewel, er komt een getal uit deze deling. Dus hier staat dus eigenlijk 89 gedeeld door 9. Hier komt dus een antwoord uit dat dus groter is dan 1, omdat er dus helen in zitten, want de teller is groter dan de noemer. Oké, hoe ga je dit doen? Nou, dit is nog steeds een deling, 89 gedeeld door 9. Die kan je staardelen of je lost hem op met behulp van het sneldelen. En daar ga je dus zoeken naar een breuk of een getal in de buurt van 89 die wel deelbaar is door 9. Want 89 is niet deelbaar door 9, want 90 is namelijk deelbaar door 9. Dus we gaan een ander getal zoeken. Nou, bijvoorbeeld 81. 81 is wel deelbaar door 9. Echt, en nu heb ik nog te weinig. Je moet iets bij. En dat is 8 negende. Oké, dus zo ga je dus de hele uit de breuk halen als dus je teller groter is dan je noemer. In sommige situaties wil je ook het omgekeerde doen, dus dan wil je juist de hele in de breuk zetten. Dus bij anderhalf hebben we dus te maken met één hele. En die willen we graag erin zetten, in de breuk, zodat we geen hele meer aan de zijkant hebben. Hoe gaat dat? Nou, in dit geval zou ik de 1 los kunnen splitsen van de half. Dus ik zou anderhalf ook kunnen schrijven als 1 plus een half. Van 1 kunnen we een breuk maken van tweede door 1 te vervangen door 2 tweede. Want 2 gedeeld door 2 is namelijk gewoon 1. En daar moeten we nog steeds die half bij optellen. En bij breuken optellen kan alleen maar trouwens als de noemers gelijk zijn. Dus in dit geval is de noemer 2, dus we krijgen ook een antwoord in noemer 2. En we hoeven dan daarna alleen nog maar de tellers op te tellen. Dus 2 plus 1 is 3. Nu zie je dus dat we van anderhalf 3 tweede hebben gemaakt en de hele dus in de breuk hebben gestopt. Dit is een beetje een onhandige en ja, tijdrovende manier om naar 3 tweede te gaan. Dit kan veel sneller, want ik had meteen ook die hele maal die 2 kunnen doen en dat antwoord in de teller kunnen zetten. Dus dat laat ik even zien hoe dat gaat hier bij 7 3 vijfde. Dus je gaat 7 keer die 5 doen, is 35, plus 3 is 38. En vijfde. En nu heb ik hem al. Dus het enige wat je hoeft te doen is de hele met de noemer te vermenigvuldigen en dat antwoord bij de teller op te tellen. Dus in dit geval was 7 keer 5, 35, plus 3 is 38 en de noemer blijft de hele tijd gelijk. Oké, laten we nu naar wat echte optel- en aftrekopgaven kijken. Nou, ik zei al eerder dat je
breuken pas kan optellen als de nummers gelijk zijn. Dus in dit geval hebben we alleen vierde, dus we kunnen hem optellen. Dus we krijgen ook dan altijd een antwoord in vierde. En het enige wat je dan nog hoeft te doen is de tellerswerker op te tellen. Dus in dit geval 1 plus 2 is 3. Dus een kwart plus 2 kwarten zijn 3 kwarten. Oké, laten we naar de volgende gaan. Hier hebben we dus hele. Je kan hem op twee manieren oplossen. Of je gaat die 6 zevende in stukjes bij die 2 5 zevende optellen. Dus je kan 6 zevende het best splitsen in 2 zevende en 4 zevende. Zodat je van die 2 5 zevende een mooi heel getal kan maken. Namelijk als je hier 2 zevende bij optelt, dan heb je namelijk 3. Maar dan hebben we nog te weinig opgeteld, want we moesten niet 2 zevende erop tellen, er moeten 4 zevende bij. Dus die moeten er nog bij. En daar heb je antwoord al. Een andere manier is dus om de hele dus eerst in de breuk te zetten. Dus laten we die ook even doen. Dus 2 keer 7 is 14 plus 5 is 19. Dus 2 5 zevende kan je ook schrijven als 19 zevende. Plus 6 zevende. Nou, en die kunnen we gewoon met de breukregels uitrekenen. Dus we tellen zevende bij elkaar op. Dus ik krijg ook een antwoord in zevende. En 19 plus 6 is 25. Hier zie je dat de teller groter is dan de noemer, dus hier kunnen we nog weer hele uit. Nou, 3 keer 7 is 21, dus er zitten 3 hele in. En dan hou ik nog 4 zevende over. Dus je ziet, deze manier is iets langzamer. Dus probeer zelf die andere manier, die splitsmanier aan te leren. Maar als je het echt niet weet, dan kan je het dus altijd oplossen door de hele eerst in de breuk te zetten. Oké, nou, zo gaat plus, min gaat precies hetzelfde. Dus je hoeft niks met die noemers te doen. Ze moeten wel gelijk zijn voordat je ze van elkaar af gaat halen. In dit geval krijgen we dus ook weer een antwoord in vijfde, omdat die twee ook in vijfde waren. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is de tellers van elkaar afhalen. Dus 4 min 4 is 0 en 0 gedeeld door 5 is 0. Dan gaan we naar het laatste. Dus nu hebben we weer een hele erbij. Hoe gaan we dat doen? Eigenlijk precies hetzelfde als daar. Dus ik ga wederom deze splitsen. Dus wat wil ik eerst doen? Ik wil eerst 17e afhalen, want dan hebben we weer een heel getal. Laten we eerst 17e eraf trekken. Dus houden we 2 over. Ik moest niet 17 eraf trekken, ik moest 19 eraf trekken. Dus nog moet nog 2 tiende vanaf. 2 tiende eraf halen, dan houden we 8 tiende over, plus nog een hele. Dus 1, 8 tiende. En die kunnen we vereenvoudigen nog, want teller en noemer zijn beide deelbaar door 2. Dus houden we 1 4 vijfde over. Dit had ook nog weer op de manier gekund door eerst de hele weer in de breuk te zetten. Nou, laten we dat doen. 2 keer 10 is 20, plus 7 is 27. 27 min 9 is 18 tiende. En daar moeten we dan nog weer de hele uithalen, omdat de teller groter is dan de noemer. En daar kan precies 1 hele uit en je houdt 8 tiende over. En als je die vereenvoudigt, dan krijg je weer hetzelfde als hierboven. Dus 1, 4, 5. Oké, dat waren dus de basics van breuken optellen. Oefen ze, ga die twee basisstappen oefenen en pas ze daarna toe bij het optellen en aftrekken van breuken. Wil je nog even weer een update van stel, je weet niet meer precies hoe je dit moet doen, kijk dan nog even weer terug naar sneldeeltechnieken en staardelen met de rest als breuk. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.